Het is 1 juli, begin van een nieuwe maandvlog en het komt met bakken uit de hemel. Niet echt zomers weer, maar goed, regen is ook wel nodig. Voor de tuin zeker, dus op zich niet zo erg. Maar ik hoop dat we er een mooie maand van gaan maken. Vandaag is zaterdag, een beetje een luie dagje. Vanavond wel lekker borrelen met vrienden, daar ben ik best wel aan toe. Dus dat vind ik een leuk vooruitzicht. Goedemorgen, eigenlijk is het al goedemiddag. Maar goed, we hebben gisteren heerlijk geborreld. Echt, het was weer ouderwets gezellig. Het was ook weer zo heel laat. Op een gegeven moment keken we op onze klok. Hier was het 2:30. Nou, belachelijk. Maar we hebben het licht zien worden. En we hebben dus een kort nachtje gehad. Maar goed, dat heb ik er zeker voor over. Want het is gewoon even heerlijk om gewoon lekker te kletsen, bij te praten, te lachen, gek te doen. Gistermiddag ook nog eventjes naar de woonboulevard Poortvliet gegaan. Ik dacht, ik wil toch nog iets leuks voor op de kast hebben. Ja, het is vaak, als je geen bloemen hebt, dan is het zo saai. Dus ik zag hele mooie vazen en een beetje bloemen erin. Een beetje gekleurde roze bloempjes erin. En ik zag ook nog een heel mooi zwart ornament. Dus dat heb ik erbij gezet. En het staat wel heel mooi, dus kijk maar even mee hoe het staat. Kijk, de nieuwe accessoires. Maar vandaag wordt echt een lekker rustig luier dagje. Ik heb ook lekker mijn joggingpakje aan. Ik ga me gewoon niet optutten. Ja, dat moet even kunnen. Even weekend. Verder met het haken van de granny's voor het jurkje of misschien truitje voor elke. Maar het is, ja, het is natuurlijk veel draadjes afhechten. Maar het wordt wel een vrolijk geel. En onder het genot van de Tour de France. De theepot met kopjes staat eigenlijk al sinds we hier wonen op tafel. En ik blijf het leuk vinden. Ik heb het ooit een keertje in een soort museum gezien. En toen dacht ik, goh, dat is eigenlijk best een leuk idee om te haken. Of in een blad, een boomblad, ik weet niet meer. Maar toen heb ik het gehaakt. Het patroon staat op mijn website gratis. Dus als je wil, op je keukentafel. Of ik heb ook wel eens iemand gehad die heeft het voor een zorginstelling gemaakt met demente bejaarden. Die had allemaal theepotjes en kopjes gehaakt daarvoor. Dus ja, het is toch een plaatje zo. Ik heb de katjes vervangen door citroenen. Want ik vond dat geel toch wel heel leuk. Wat in de kussentjes in de voorkamer ook wel weer terugkomt. En ook weer hier op de kussentjes op de bank aan de voorkant. Kijk, maar hier zit er ook geel in. De gele bloemetjes. Hier. Dan hebben we het nu ook hier. Dan hebben we het nu ook in het eetgedeelte. En om het citroenen thema maar door te zetten, heb ik ze ook in mijn oorbel. Leuk bij deze jurk. Dus ja, citroentjes vandaag. Net terug van een hele leuke werkdag, visieontwikkeling, samen met collega's in een hele mooie omgeving, met een schaapskooi in Nisse, Henk Zand is dat eigenlijk. En kom ik thuis, hele grote doos, vol met nieuwe garens voor het nieuwe seizoen. Dus ik ga gauw even uitpakken. Wat is die dan? Dus ja, even kijken. Genoeg. Hele mooie bollen allemaal. Nou, dit zit er allemaal in. Hele mooie bollen. Move, Snowflake, Yoko, Honor, Carpe Diem, The Mystery, hele mooie kleurtjes. De Suri Alpaca's, hele zachte wol. De Bold en de Bold Color. De Fire, die vind ik ook heel gaaf. Nog meer Bold. De Delicia. Deze zijn kleuren zijn ook geweldig. De Wooledicts. Honesty. De Glory. De Enya. De Delicia. Echt, ja, een hele dure bol. Maar super kwaliteit. Er zit ook zijde in. Dus het draagt super fijn. Ik heb er ook een vest gemaakt vorig jaar met kerst. Maar je hebt hem ook in heel mooi groen en ook in heel mooi blauw. Er zit ook een glimmertje in. De Carpe Diem. En deze met pailletjes. Die is ook wel heel leuk. Kan je pailletjes mee
haken of breien. Ga ik dit nu allemaal zelf verwerken? Nou, ik zal vast wel een paar bollen gebruiken. Maar het is ook vooral om te promoten voor Langjans, want daar doe ik de social media voor. Dus ja, dat ga ik daar ook zeker voor gebruiken. En ik heb mijn vest Anna aan vandaag. Zit heerlijk. Staat ook heel leuk. We zijn weer lekker in Burg en ik zit heerlijk in de zon. Het is niet te warm. Luisterboek in en ik ben madeliefjes aan het haken. Ik dacht opeens, ik moet een beetje een zomers idee. En het schijnt dat de madeliefje de bloem is van de maand april. En dan ben ik jarig. Dus ze passen goed bij mij. En ik ga er een soort sjaaltje van maken. Dat zit er nu in mijn hoofd. De madeliefjes. Een geel hartje, witte bloempjes. En wat er omheen komt, welke kleur, dat weet ik nog niet helemaal. Maar ik denk blauw. Ik haak het met de crealino. Dat is dus de linnen. Waar ik ook voor elke mee bezig ben. Maar daar had ik niet zo zin in om al die kleuren mee te nemen. Dus ik dacht, ik neem twee kleuren mee. En ja, de strengen zijn wel een beetje dat ze gauw uit elkaar vallen. Maar op zich haakt het wel heel leuk. En doordat het linnen is, geeft het ook wel een heel mooi effect. Even de zee zien. Dus op naar het strand. En kijk, mijn oorbellen matchen helemaal met deze jurk. Ik heb zo'n leuk nieuws. Ik ben net gebeld en ik heb een nieuwe baan. Ik ga terug naar het onderwijs. Ik word weer echt een juf Sas. Echt zo leuk. Het is heel spontaan opgekomen. Ik ben ik zag een vacature, mijn cv gestuurd. Ik heb meegedraaid, een dag proefgedraaid. En ja, dat was zo leuk. Dus ik dacht, hier hoor ik eigenlijk wel weer thuis. En nu heb ik ook echt de baan gekregen. Dus helemaal blij. Om het te vieren. Een nieuwe trui Fem. Deze ga ik dus nu weer verder haken met de kleur de Paradise. Nou, het woord is gedaan. En nu maak ik hem dus zo omhoog. En zorg ik dus dat de ketting niet gedraaid is. Dat hij goed zit. Dat klopt. Dus ik kan nu lekker verder tot aan het eind. En dan de tweede kant. Zo, weer een stukje verder met de trui Fem. Ik ben nu ook, ik heb in de bol even een begin van dezelfde begin opgezocht als ik hier begonnen ben. Dus dan haak ik gelijk de andere kant. Ik ben nu ook gelijk het filmpje aan het maken voor het patroon. Dus dat ben ik aan het doen. En ik heb heel mijn werkkamer opgeruimd. Alle nieuwe bolletjes in de kasten gedaan. Ik heb ook mijn schilderhoekje helemaal opgeruimd. Daar alles helemaal afgestoft. Er zat lage stof op. Doordat ik het niet veel gebruik. Maar ja, weet je wat het is? Nu ik terug ga naar het onderwijs, heb ik ook wel iets. Ik heb natuurlijk een dag minder werk. En ik wil echt gewoon meer gaan schilderen. Dat wil ik gewoon echt. Dat is voor mij echt een ontspannen hobby. En nu ik dan voor de klas sta en wat minder achter mijn pc zit, heb ik waarschijnlijk ook meer zin om patronen uit te schrijven. Dus de andere dagen heb ik dan gewoon pc-werk en mijn patronen. Of lekker gewoon haken. Dus ja, ik zie dat eigenlijk wel helemaal zitten. Ik heb ook even het poppenhuis afgestoft. Af en toe moet dat ook gebeuren. Nog steeds leuk, poppenhuis. Ik ben er nog steeds blij mee. Elke keer als ik mijn kamer binnenloop, dan denk ik, hè, wat een leuk poppenhuis. Kijk eens jongens, wat een kleurtjes allemaal. Daar word je toch helemaal vrolijk van. Ik in ieder geval wel. Ja, ik vind hem leuk worden. En ik zit er heerlijk naar Wimbledon te kijken. Altijd leuk. Jeroen vindt de Tour de France leuk. Ik vind Wimbledon leuk. Op mijn fietsie en naar de bibliotheek. Daar werk ik vanmiddag. En straks kan ik gewoon elke keer op de fiets naar de bieb. Want ja, de school zit eigenlijk in hetzelfde gebouw waar de bieb nu ook is. En ik heb vandaag met mijn directeur afgesproken dat ik per 1 september de bibliotheek ga verlaten. Dan kan ik ook het schooljaar helemaal goed beginnen. En dat voelt wel heel fijn. Dus dat voelt wel heel echt als een heel goede medewerking. Want anders had ik toch een maand lang, ja eigenlijk een hele week moeten werken. Is dat natuurlijk ook niet erg. Maar dan komt je zelfs ook wel een beetje in de knel. Dus ja, ik ga nu gauw fietsen. Bij de bieb werken. Ik ga nog eventjes bij mijn nieuwe school kijken. Woensdag komen trouwens de nieuwe kinderen.
een uurtje proefdraaien, dus dan ben ik er ook. Dan maak ik gelijk kennis met de nieuwe leerlingen, dus dat vind ik wel heel leuk. Ik heb er echt, echt heel veel zin in. Ik heb al allerlei prentenboeken gehaald, ben me al helemaal aan het verdiepen. Ik ben in mijn nieuwe klaslokaal. Ik ga zo de kinderen ontmoeten van het volgende schooljaar. Ik vind het heel spannend. Ik denk de kinderen ook, maar ik ook. Dus ja, juf Sas weer terug naar het onderwijs. Nou, ik ben weer thuis. Het was heel leuk met de kinderen. Het was fijn om ze in ieder geval ontmoet te hebben voor het nieuwe schooljaar. Bij thuis komt mijn ontslagbrief en mijn nieuwe aanstelling. Dus ja, ook dat is geregeld. Maar ja, ik heb er heel veel zin in. Ik moet heel veel leren, maar dat vind ik ook wel weer een uitdaging. Super lief pakje van Wollemina's van Marion. Dankjewel Marion. Ik ga hem uitpakken. Zij maakt hele leuke sleeves voor iPadjes of e-readers of andere dingen. Om, dus ja, ik ga hem je laten zien hoe die eruit ziet. Hoes. Hele stugge, mooie stof is het van gemaakt. Knoop erop. Het merkje van de Wollemina is erop. En dan kan je dus zo je iPad in stoppen. Mooi print, hè? Ze heeft ze in heel veel verschillende printjes. Dus kijk even bij Marjondere account Wollemina's. Of op de website, die heeft ze ook. En dan kan je ook zo'n sleeve bestellen. Als je dat wilt, natuurlijk. Kijk, mijn iPad past er dus in. Even moeilijk met één hand. Zo zit hij er helemaal in. En dan je... een elastiekje om je knoop. En dan kan je hem gewoon heel netjes en makkelijk meenemen. Goede bescherming. En Marion heeft er nog een heel lief cadeautje bij gemaakt voor Micha en Noah. Ik denk om armbandjes te maken, maar dan moet ik nog even uitpakken. Maar super bedankt. Dankjewel. Vandaag hebben we een bossenbol. Wow. Oud ben je geworden? Sorry. Vraag je niet aan de heer. Vraag je niet aan de heer? Nee. Ah, 60. 60. Ja. 60 jaar, hoe voelt dat? Dat zeg ik niet. Voelt dat niet fijn? Nee. Nee? Nee. Moet je er nog een beetje aan wennen? Ja. Oh. Dat duurt meestal 10 jaar. We zijn even op de markt in Burghaamsteden. Het is een zomermarkt. En ik heb een paar leuke dingen gekocht. Altijd leuk, zulke kraampjes. We zijn weer thuis. Gisteren zijn we naar Burghaamsteede gereden, ook omdat er een caravan opkopen kwam. We zijn het na 7 jaar eigenlijk ook wel weer een beetje zat. We hebben een, nou, dat klinkt heel oneerbiedig en dat weet ik, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar we hebben een super mooi plekje daar, maar het is wel zo, je gaat elke keer naar hetzelfde toe. En we vinden het ook wel heel erg leuk om allerlei nieuwe dingen te ontdekken. Toen we op Ameland waren, hadden we zoiets van, hé, wat leuk. Het is wel een beetje allemaal hetzelfde omgeving, maar toch, de dorpjes zijn anders. En ja, de kosten zijn gewoon heel erg gestegen de afgelopen 3 jaar van de caravanplaats. Dus ja, het aantal nachten dat we er dan ook zitten en gebruik van maken, ja, dan is het eigenlijk een heel duur ding geworden. Dus we hadden zoiets van, nou, naar Ameland hebben we eigenlijk hadden we dit jaar al besloten zo van, we kijken gewoon hoe het is als Jeroen met pensioen is. Gaan we er heel veel gebruik van maken. En eigenlijk maken we er nu minder gebruik van. Meestal als Jeroen werkte en hij had een nachtdienst gehad. Dan reden we naar Burghaamsteden. En dan kwam hij eigenlijk altijd heel fijn uit de nacht. Maar ja, dat hebben we dus nu niet meer. En ja, door drukte, werk, sociale dingen. Vakanties die we zelf ook heel leuk vinden. Maken we er dus eigenlijk te weinig gebruik van. En dan is het gewoon een duur ding. Natuurlijk gemeld bij de campingbeheerder. Het ding is net 1 jaar te oud om weer te verkopen met de plek. Dat was natuurlijk wel een beetje balen. Ja, goed, oké. Okay. Het zij zo, kan je lang in blijven hangen. Maar ja, het zijn regels. Er zijn regels. Dus de caravan opkopen gisteren is een hele aardige jongen. Man. Jonge man. We hebben nu met hem besproken dat hij gewoon eind van het seizoen de plaats helemaal leeg maakt en de caravan opkoopt in Ende. Helemaal fijn dat dat geregeld is. Gisteren ook nog even Burghaamsteden in geweest. En toen was er een zomermarkt en toen vond ik dit jurkje. Ik vind hem echt heel leuk. Nou ja, goed. 25 euro jongens. Het is geen geld. En het zit gewoon heel lekker. Dus ja, allemaal nieuwe ontwikkelingen ook wel weer. Ja, het is echt zo'n jaar van verdrietige dingen, maar ook wel weer gewoon nieuwe dingen. Nieuwe baan,
einde caravan tijdperk, einde Burghaamsteden. Want weet je dat, want als je daar bent ook, ja, elke keer als je daar rondrijdt, hartstikke mooie omgeving hoor, dat niet. Maar je weet het allemaal ook wel weer. En wij vinden het dan toch wel leuk om iets nieuws te ontdekken. We willen nog heel, heel veel reizen, treinreizen vooral. Dat vindt Jeroen heel leuk. Dus we hebben zitten al te kijken om naar Schotland te gaan. We gaan natuurlijk dit jaar ook nog naar München en naar Wenen met de trein. En dan ook nog een uitstapje naar Salzburg. En ja, we gaan ook nog in Italië treinreizen. Dus ja, we hebben nog genoeg te doen. Deze vond ik ook nog op de zomermarkt. Hij is echt zo leuk. Ik heb een groene spijkerbroek, maar ook een roze spijkerbroek. Ja, staat echt heel leuk. Lekker zo'n wijde blouse, lekkere wijde mouwen. Nou ja, goed. Dus ben goed geslaagd gisteren in Burghaamsteden. We gaan nu even nog uit één bol een beetje het begin, het eind van deze kleur zoeken. En dan nog een stukje verder haken aan deze kant. Hier was de bol op. Dus nog even kijken hoe ik daarmee uit ga komen. Maar de kleurtjes zijn wel mooi. Even kijken hoe mijn nieuwe papegaaien oorbellen staan. Nou, ik dacht, het zal wel heel zwaar in mijn oor zijn, maar het valt mee. Ik vind ze wel grappig. Het fliepert zo lekker langs je hals, dit. Veel bling bling. Het gaat steeds gekker worden. Deze vind ik ook schattig. Het zijn kerstjes. Kerstjes in mijn oren. Deze zijn wel groot. Maar het valt me nog mee qua zwaarte. Maar deze ronde is wel heel groot. Op zich blijft hij natuurlijk niet heel erg naar voren hangen. Nou ja, ik weet niet. Deze weet ik niet zo goed. Oh, deze zijn wel weer heel leuk. Flamingootjes met twee pootjes. Hij hangt wel lekker zo in mijn nek. Maar op zich, de kleur groen, hij past wel helemaal perfect bij mijn jurkje, moet ik zeggen. Deze zijn ook behoorlijk groot. Maar goed, soms bij een outfit dat je denkt van, wow, ik moet even een statement maken. Dan is die best leuk. Hoewel die dan net weer even zo in mijn nek gaat. Maar wie weet kan je dit een beetje korter knippen. Kijk eens wat een plaatjes dit zijn, jongens. De alpaca socks hand-dyed. Nou, het is helemaal leuk. Dus iedere bol zal wel helemaal anders zijn. Wel dezelfde kleurtjes, maar op een bol zit 100 gram, 390 meter. 2,5, 3,5 naald, 70% alpaca en 30% nylon. Maar dan krijg je al deze kleurtjes. Ja, ik vind ze echt super mooi. Ik ben alleen niet zo heel erg van de sokken, breien of haken. Maar je kan er natuurlijk ook gewoon andere dingen van maken. Dat wilde ik even laten zien. En dit is de Cashmere Premium. Nou goed, er is ook een hele puncto van langjarns met cashmere patronen. Dus dan kan je gewoon allerlei verschillende cashmere. Dus Cashmere Dream. Dit is de Light, Cashmere Light. Dit is de Premium, dus dat is dit garen. Dus ja, dat allerlei. Deze is ook de Premium. Dus ja, dan kan je allerlei patronen maken bij dit bolletje. 25 gram. Is 115 meter. Dus in een klein bolletje zit heel veel meters. En het is natuurlijk heel erg zacht. Het is 3,5, 4,5 naald. Ja, het voelt echt wel heel zacht. 100% cashmere. Dus ja, hele mooie bollen zijn dit. Paars, donkerpaars, groen, blauw. Maar ze hebben vast nog wel heel veel meer kleuren. Ik ben nu eigenlijk bij allebei de kanten even ver. De kanten ook nog even ver dit stukje haken. Nog deze toeren. En dan ben ik aan het eind van het boord. Dan moet ik alleen nog de mouwen. Langjarns heeft ook allemaal punto's. Die heten zo, punto's. Van verschillende materialen. Dit is bijvoorbeeld de Poseidon. Dat is dit garen. En dan hebben ze allemaal ook patronen erbij. In het boekje.
Nou, zo'n boekje kan je ook gewoon kopen. Daar staan ook de beschrijvingen in van de patronen. En ja, dan heb je een idee bij het garen wat je koopt. Zo ook met de cashmere. Nou, dat is deze. Maar er staan verschillende soorten cashmere in. Dan heb je ook allerlei patronen. De Orion, een hele mooie bol. Het lijkt een beetje op de cloud. Maar dan iets minder grillig verloop. En dan heb je ook allerlei ideeën. En zo ook de Cloud Tweed. Daar zit een werkje in. Dus de Cloud Tweed, daar zit een soort nopjes in. En dan is dat toch weer net even een ander effect als met de gewone cloud. De Lovis, dat is een voorloopgare. Dit is de Lovis. Dat is een beetje een rustig verloop. En dan krijg je dus dit effect. En de Muze, of de Muze, ja, Muze. Dat is dat, dit is ook hand-dyed. Volgens mij komt het uit Peru, halen ze dat. Ik zal even kijken wat voor samenstelling is. Het is ook alpaca, suri-alpaca. En nylon en gewone wol. Nou ja, dan krijg je allerlei kleurtjes. Ik heb hier ook bijvoorbeeld een beetje met rood en roze en paars. En dan ziet het er zo uit als je het breidt of haakt. Wel een grappig effect. En dan de Phoenix Tweed. De Phoenix en de Phoenix Tweed. Nou, de Phoenix heb ik vorig jaar een heel lekker vest mee gebreid. En nu zitten er ook een beetje dezelfde kleuren. Maar dan zitten er nopjes in. Dus dan krijg je dit effect. Deze vind ik ook heel erg leuk. Gewoon in één kleur. En dan zo'n omslagdoek. Die vind ik ook echt heel gaaf. In dat paars. Groen. Dus dit zijn de bollen. Genoeg inspiratie dus weer voor bij Langjans voor het nieuwe seizoen. Het is ook altijd net of er een bom is ontploft hier dan in mijn kamer. Overal liggen bollen. Ik zal het eens even laten zien. Dan zit ik allemaal foto's en filmpjes te maken. Dan ziet het er dus zo uit. Maar ik ga het weer opruimen hoor, dus komt goed. Het ziet er zo meteen weer netjes uit. Vandaag mijn nieuwe cohort set aan van Nora. En eigenlijk, ja, deze zijn nog een beetje te kleurrijk. Heb ik niet helemaal de kleuren die in de set zitten. Dus ik ga even armbandjes erbij maken. Ik heb ook deze bedeltjes even erbij gepakt. Dan kijk ik even of ik iets leuks kan creëren. Moet ik even met jullie delen. Een hele mooie app gevonden. Lees Simpel app. Soms krijg je van die brieven dat je denkt, wow, wat staat er allemaal in? Je kan dus de brief scannen. Ik laat hem even hier zien. Maak je een foto van de brief. En dan gaat hij het versimpelen. Dan moet je even geduld hebben. En dan geeft hij het resultaat. En dan somt hij eigenlijk op wat er in je brief staat. Dus heb je moeite met een beetje ingewikkelde taal of ingewikkelde brieven? Nou, de Lees Simpel app kan je daar zeker bij helpen. Zo, even weer op mijn nieuwe werkplek. Vandaag even ingelogd bij alle systemen en de kinderen bekeken en besproken. Dus dat is wel heel fijn. Naast even op de school geweest te zijn, ben ik ook nog even naar de opticien geweest. Mijn ogen laten meten en twee nieuwe brillen uitgezocht. Een gewone bril en een zonnebril. De gewone bril was ik eigenlijk zo uit. Ik deed hem op en ik vond hem gelijk leuk. Een nieuwe bril. Uitzoeken. Dus daar heb ik eigenlijk heel snel al de beslissing genomen. Deze wordt het. Iets minder opvallend dan blauw. Deze hou ik dus wel gewoon.
Dus ik kan het afwisselen, maar dan iets minder opvallend en iets meer neutraler. En de zonnebril wilde ik echt een hele lekkere grote. Maar Jeroen zei, je lijkt wel een uil. Ik had hem natuurlijk geappt van, wat vind je hiervan? Toen zei hij, is dit echt serieus of is het een grapje? Ik vond hem echt leuk. Kijk maar, hij zag er zo uit. Ja. Maar goed, ik snap ook wel dat hij het best wel contrasterend vond. Grote zwarte bril. Dus ja, dus die heb ik niet gedaan. En het is een iets lichtere bril geworden. Een iets minder zware bril. Maar ik vind hem zelf ook wel heel leuk. Dus deze bril is het geworden. Dankjewel. Als je gewoon allebei dezelfde trui aan hebt. Kate en ik. Allebei trui Elisa aan. Het patroon is nog niet helemaal klaar. Ik ben ermee bezig. Maar goed, dat horen jullie waarschijnlijk al best wel lang bij mij. Maar ik heb hem in het groen gemaakt, deze gemaakt en in de cloud gemaakt. Met lange mouwen en een kool. En ik heb hem zonder kraag gemaakt. Dus ja, hij komt eraan, maar ik vond het wel heel leuk. We hebben allebei dezelfde trui aan. Kate heeft deze Elisa is gemaakt met de Karma. En ik had nog een klein restje over. Dus ik heb Kate ook deze trui gemaakt. Leuk hè? Ze heeft ook gele gimpen nou. Het patroon van Kate is wel af. Dus je willen, het patroon van deze Kate is wel af. Inclusief de beschrijving van de kleding die ze aan heeft. Met de Tropical maak ik nog even deze sjaal af. Hij ligt al een tijdje in de la. Maar ik dacht, ja, hij is wel leuk voor op een spijkerjasje. En ik heb nog zo'n stukje om te haken. Want deze gebruik ik niet meer, want dan is die wel lang genoeg. Maar het is de Tropical van Langjans. Het is een katoen met acryl. En hij is een beetje stuggig, maar dat draagt juist wel weer lekker. Het is een leuke steek om te haken. Lekker bij de schoonheidsspecialiste geweest. Je ziet mijn huid weer helemaal vernieuwd zijn. Of in ieder geval aan het vernieuwen, denk ik. Ellen, weer super bedankt. En nu ga ik een appeltaart bakken. Morgen hebben we een soort reunie hier van Jeroen's familie. Dus leeft nog één tante en dat vinden we toch ook wel weer. Ze vindt het heel fijn om ons allemaal toch weer te zien. Neven en nichten, dus dat houden we erin. Vorig jaar gedaan voor het eerst en nu dit jaar bij ons. Dus ik ga lekker taart bakken en alvast. Oh ja, en straks naar de tandarts. Dat is minder. Kies afgebroken. Ja, dat heb je als je oud wordt. Dan brokkel je af. Vannacht ook mijn boek uitgelezen. Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Van Nikki French. Ja, ik moest echt weten wie het gedaan had. Ik had wel een vermoeden en op zich zat ik goed. Dus ja, het was een heerlijk boek om te lezen. En nu ga ik aan Tijgerlelie beginnen van Marion Pauw. Een nieuw boek. Altijd weer leuk om iets nieuws te starten. Het ruikt lekker, hè? Ja. Klaar voor de reunie. Ik zit nog eventjes te werken aan mijn website. Af en toe moet je ook eens even dingen weer een beetje aanpassen. En ik kreeg deze hele lieve kaart van Kevin. Super lief, Kevin. Dankjewel voor de lieve kaart die je me stuurde voor mijn nieuwe baan. Het is trouwens wel een beetje jammer dat het regent. Want ik dacht, we kunnen lekker buiten zitten. Maar ja, goed. Ik hopen, even duimen dat de zon zo meteen gaat schijnen. Dan kunnen we lekker naar buiten. Ik heb het blouseje trouwens aan, wat ik in Burgerhaamsteden heb gekocht. Samen met de groene spijkerbroek. Ik vind het een leuk geel. Oorbellen erbij en mijn armbandjes erbij die ik zelf heb gemaakt. Nou, ik ken ermee door, toch? Eindelijk kom ik toe aan deze leuke blouse. In mijn vorige blog had ik hem al uitgeknipt. En nu ben ik hem in elkaar aan het naaien. En jongens, echt wat een naaimachine. Echt binnen mum van tijd heb ik 6 knoopsgaten gemaakt. En ze zijn nog netjes ook. Ze komen ook nog achter een piece. Dus je ziet ze ook niet echt. Dus het wordt heel netjes. Zo. Dan moet ik straks nog even ze open tornen. En dan de knopen aan de andere kant eraan zetten. En eerst nog even de mouwen. En de kraag natuurlijk. Maar ik ben nog altijd blij met mijn Bernina naaimachine.
Echt goed materiaal scheelt echt zoveel. De reunie is weer achter de rug. Ja, het was een hele leuke dag, drukke dag. Maar het was heel gezellig en ja, het weer zat niet helemaal mee. We begonnen buiten, maar op een gegeven moment ging het regenen. Dus zijn we naar binnen gegaan en gelukkig is onze kamer groot genoeg. En we hebben gewoon een soort lopend buffet gedaan. We hebben allerlei lekkere hapjes. Iedereen had dat meegenomen, dus dat was heel leuk. Jeroens broer met vriendin bleven hier slapen. Eerst vanochtend met elkaar ontbeten en nu zijn ze ook weer vertrokken richting huis. Dus ik ga weer achter de naaimachine. Ik ben nu met de kraag bezig, dus die ga ik erop. Of in ieder geval de staander aan de kraag naaien en dan de kraag aan de blouse. Mouwen zitten erin. Deze zit mooier dan deze. Die hier heb ik overal gerimpeld en hier alleen bovenaan. Dus deze gaat er weer uit. En die blijft. Alleen de knopen nog en de onderkant. En dan is die af. Nu zitten de mouwen goed. Piep hoera! Vandaag is Micha 11 jaar. We zijn net even op de koffie geweest. En zijn cadeautje gegeven. Kind helemaal blij. Dus ja, ik ga nu verder aan het werk. Ik ga zo naar de Biep in Tolen. En daar nog eventjes een paar uurtjes werken. Dus aan de slag. Ik moet hem nog even strijken. Maar ik vind hem echt heel leuk geworden. Ik ben heel benieuwd hoe het is als ik er ook nog een broekje bij maak. Zo staat de blouse. Ja, de mouwen zijn heerlijk wijd. Dus af en toe die flapperen die heen en weer. Maar daar hou ik juist wel van. Sommige mensen zullen het wel lekker weer overdreven vinden. Net zoals mijn soepjurk. Maar ik vind ze heel leuk. En ik vind de kleur ook echt super leuk. Dus lekker met rode lippenstift, met mijn oorbellen. De knoopsgaten zijn dus netjes verborgen. Hier zo achter zo'n bies. Dus dan heb je hier de knoopsgaten zitten. Je kan zelfs ook het bovenste knoopsgaatje dicht doen. Dus dan krijg je nog een ander effect van de blouse. Maar dit is die. Uit deze fibermousse. Blouse Oriana. Ja, en dan krijg je dit effect als je dus echt zo'n lekkere knoopkleur doet. Dus nu nog mijn korte broek erbij. En dan is mijn hele set af. Maar met de blouse ben ik al heel blij. Op naar mijn moeder met een hele grote doos kleding. Mijn moeder kan steeds moeilijker lopen en heeft al heel lang geen nieuwe kleding meer gekocht. Dus ik zei, mam, ik bestel gewoon een hoop voor je. Kom ik naar je toe, gaan we passen. En aan wat je leuk vindt, hou je. De rest stuur ik gewoon terug. Dus dat gaan we doen vandaag. Weer terug van mijn moeder. En gelukkig waren er leuke spullen bij. Die heeft ze gehouden. Ik ga nu ook de rest even terugbrengen. Ik heb ook weer nieuwe broeken besteld. Want ze vond één broek heel fijn. Dus die heb ik ook in verschillende kleuren besteld. En één shirt vond ze heel leuk. Maar de mouwen net te lang. Dus die heb ik er afgeknipt. En maak ik even korter. Handig, hè? Zo'n handige dochter. Dit shirt. Ze vond de kleurtjes heel leuk. Mijn moeder is gek op groen. En ze krijgt er ook zo'n groene broek bij. Dus dan heeft ze een mooi pakkie. De Phoenix heeft helemaal nieuwe kleuren. Echt van die hele fijne knalkleuren. Dus ja, ik vind ze helemaal geweldig. Deze ook echt heel leuk. En dat rood. Ik vind dus de kleurtjes zo dit. Deze vier. Hoewel, blauw past er ook wel bij. Maar daar zou ik wel iets leuks van kunnen maken. Misschien nog een lichtroze erbij. Even hard over nadenken. En wat doe je met de restjes van het shirt van je moeder? Dan maak je gewoon een hele leuke Barbie-jurk mee. Noah ook weer blij. Intussen verder met ook met shorts. Mijn zak zit erin. Net de zakopening gemaakt. Nou, dus nu met zak 2 aan de slag. Even zonder bril, maar mijn brillen zijn binnen. Ze worden goed afgesteld nu. En dan kan ik zo met mijn nieuwe bril tevoorschijn komen. Daar is hij, mijn nieuwe bril. Wat een mooie nieuwe bril. Zonnebril doe ik nu nog niet even op, want het is gewoon takkenweer. Lijkt wel herfst. Die komt de volgende keer. Met mooi weer, met de zon. Het is er niet echt weer voor, maar mijn short is af. Die past dus bij deze blouse. Kijk, zo staat hij dus. Met zakken. Al heel veel granny's gehaakt. En nou ziet het er dus zo uit. Dus ik ben nu aan de achterkant bezig. En Elke moet hem even passen vandaag. Want dan kan ik zien hoe ver ik ben. En hoe breed hij moet worden.
Vandaag bij de haak aanbrei mee had ik het meegenomen. En Hattie was zo lief om een bolletje op te rollen. Want Crealino valt wel heel erg uit elkaar. Het is een fijne linnen, maar het is als bol niet heel erg handig. Wil je ook even meedoen? Burgaanbesteden heeft nu gewoon een hemer. Even kijken bij de nieuwe hemer. Het is best een grote winkel. De print komt ook gewoon terug in de winkel. Leuk idee om zelf te maken. Niet eens zo moeilijk. We zouden dus vandaag naar Burgaanbesteden gaan. Ik moest om 8:20 al bij de tandarts zijn. Dus Jeroen zei, dan ga ik mee en dan rijden we gelijk door. Naar de caravan. Gisteren is Jens hier nog wezen eten met Micha en Noah. We hebben lekker patatjes gegeten en de mannen hebben voetbal gekeken. Ze heeft biertjes gedronken en elke kwam hem ophalen, dus zijn auto stond hier. Dus we zijn ook nog even zijn auto terug gaan brengen. Ik gereden in Jens' auto, Jeroen in onze auto en de auto daar neergezet. Sleutel in de brievenbus en toen weer doorgereden naar de tandarts. Dus we hebben vanochtend al van alles gedaan. Dus de auto weggebracht, toen de tandarts. Nou, mijn twee kiezen zijn weer gemaakt. Gelukkig geen scherpe randjes meer in mijn mond. En toen waren we dus al eigenlijk 9:50 klaar. Dus doorgereden naar Burgaanbesteden. Nou, daar waren we eigenlijk al 9:30. Ook had gevraagd of ik een kaartenrek op wilde halen in Burgaanbesteden. Dus ook vandaar dat we dus eigenlijk naar Burgaanbesteden gingen. Dus ja, onze spullen meegenomen. Maar het was echt donker en koud en winderig. Toen we om 9:30 naar Baguette gingen en daar lekker koffie hebben besteld met appeltaart. Echt altijd hele lekkere appeltaart. En die op hadden, toen we het kaartenrek op gingen halen, toen hadden we allebei zoiets van, gaan we hier blijven? Gaan we hier blij van worden? Nee, niet echt. Ja, het moet eigenlijk bij de caravan altijd wel een beetje lekker weer zijn. Want anders ga je binnen in de caravan zitten en dat vind ik eigenlijk een beetje zonde. Want ik denk, dan zit je in zo'n klein hokje terwijl je thuis gewoon een heerlijk huis hebt. Dus we zijn gewoon weer teruggereden. Dus om 1:30 waren we gewoon weer thuis. En dat bevalt heerlijk, moet ik zeggen. Lekker op de bank, lekker een beetje rustig aan. We hebben nog een flinke wandeling nog wel gemaakt vanmiddag om toch wel eventjes te bewegen. Dus dat hebben we gedaan. Maar Marjan, ik ben je nog een antwoord verschuldigd. Want Marjan vroeg terecht, want ik heb echt in het begin van het jaar een soort enquête uitgezet over een jufsasdag. En Marjan vroeg terecht, jufsas, komt er nog een jufsasdag? Dat was dus de planning. Ik heb eerst een beetje geïnventariseerd of mensen het leuk vonden. Nou, daar kwamen best veel reacties op dat mensen het wel leuk vonden. Maar ja, het lag ook wel aan de prijs en het lag aan de afstand. En nou goed, je maakt het natuurlijk nooit iedereen naar de zin. Heel veel mensen vinden het dan weer gauw te duur. Want ja, zo'n hele dag, dan moet je een locatie regelen. Je moet eten en drinken doen. Ja, en je moet ook nog iets met haken doen. Dus ja, ik was het op zich van plan. Dat was echt wel mijn idee. Maar er zijn echt dit jaar is het eigenlijk zo druk en zoveel ook heel veel verdrietige dingen natuurlijk gebeurd die er best wel heel erg heftig in hakken. Mijn broer is overleden, natuurlijk een neef hebben we verloren. Twee vriendinnen die behoorlijk tobben met hun gezondheid. Nou goed, daar wil je er ook voor zijn. En ik heb natuurlijk nu een nieuwe baan, dus ik zit nu tussen twee banen in. Dus ja, één baan netjes afronden en je inlezen in een nieuwe baan. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, dat kost me allemaal heel veel tijd. En om dan een jufsasdag te organiseren, ja, dat kost best heel veel tijd. En die heb ik gewoon even helemaal niet. En ik heb me later zitten indenken van wat voor meerwaarde heeft het om dan een locatie te huren, mensen daar naartoe te gaan. Dus ik dacht van ja, weet je, gaan mensen echt daarvoor naartoe? Natuurlijk, er zijn wel mensen die dat doen, maar het geeft mij heel veel geregel en gestres. En ik dacht, ik kan veel beter workshops gaan organiseren. Gewoon met wolwinkels. Dan heb je een locatie, dan kunnen mensen daar naartoe. Kunnen ook gelijk wol aanschaffen als je wil. Je kan ook, ik geef een workshop. Ze leren ook gelijk wat. Het is een ontmoeting. Want ik dacht ook, met een jufsasdag, zeg dat er 20, 30 mensen op afkomen. Je wil ze toch ook allemaal even aandacht geven.
En dat is met 20, 30 mensen best heel veel. Dan kan je niet heel de dag echt met iedereen een uitgebreid praatje maken. En dat vind ik dan toch ook weer jammer. Dus ik dacht van, ik kan me beter toch toe gaan leggen op die workshops organiseren met wolwinkels. En dus dat ga ik ook doen. Er komt in september ga ik 2 workshops geven bij stoffen en stiksels in Hogerheide. En er komen vast nog meer workshops aan. Dus hou het even in de gaten op mijn Instagram of via Facebook. Wat er allemaal aan aankomt. Maar dus ja, wil je jufsas ontmoeten of wil je andere haaksters ook ontmoeten? Kijk dan eventjes welke workshops eraan komen en welke mogelijkheden er zijn. Dus de jufsasdag heb ik eventjes on hold gezet. Wie weet komt het er nog wel van, maar nu even niet. Mijn hoofd staat er even niet naar. De tijd is er ook even niet voor. Dus Marjan, dit is het uitgebreide antwoord op jouw vraag over de jufsasdag. Ik heb een pakketje besteld bij Pim's Impulse. Dus ik ben er altijd heel tevreden over. Maken hele mooie sieraden, handgemaakt in Nederland. Monique heb ik een keer ontmoet. Hele aardige vrouw. Het zijn gewoon hele mooie sieraden die ze maken. En ik heb nu een sjaal besteld. Nou, kijk hoe mooi die verpakt zit in een tasje. Dit is de katoenen sjaal. Een advies bij hoe je moet wassen en hoe je hem moet behandelen. Nou, dit is die. Ik ga hem eventjes bekijken. Ik moet nog eventjes een beetje bekijken hoe ik hem het beste kan knopen. Maar het is wel een lekker stoffie. En ik dacht bij mijn lichte jas is het ook wel leuk om een beetje een lichte sjaal te hebben. En het is wel een beetje een kleur die overal bij past. Dus ja. Ik ga me verdiepen in het knopen van deze sjaal. Dit is ook een mogelijkheid. Gewoon zo naar voren. En dan hier een knoopje in. Alle kanten kan je volgens mij op met deze sjaal. Wel een idee, goed idee om eigenlijk ook te haken. Dus Monique, je hebt me ook weer op een leuk idee gebracht. Ik ga zo met de lieve troela's naar de krabben voor. Het regent wel, maar goed, dan is het hopelijk niet zo heel druk. Krabbevoor is altijd een soort braderie in Berg op Zoom. Het is elk jaar dezelfde tijd, 3 of 4 dagen geloof ik. Dus ja, ik ben al een hele tijd niet geweest, dus het is even goed om te gaan kijken. En sowieso heel gezellig met vriendinnen. Heerlijk gelunst bij Beagles & Beans. En eentje is naar de wc en de andere is parkeerautomaat aan het bijvullen. Dus ik wacht even. Ik heb wel 2 hele leuke jurken gekocht, dus niet voor niks geweest. En natuurlijk moeten we even bij de Nora kijken. Genoeg leuke dingen. Nog even laten zien, jurk 1 die ik gekocht heb. Deze jurk is van Keisha. En hij was voor de helft. Ik vond hem heel erg leuk. Het is ook weer een lekkere soepjurk, maar niet te soeperig. Om het ook nog een beetje een andere soort jurk te maken, kan je er ook een riem om doen. Dat zijn van die fijne riemen van Nora. Ik heb gisteren ook nog een paar meegenomen, want ze waren maar €5 nu in de sale. Dus ik heb nog een paar leuke kleurtjes meegenomen. Maar die kan je dan ook zo om je jurk doen en dan is die gelijk weer een heel ander idee. Deze heb ik gisteren nog meegenomen bij de Nora. En deze, die vond ik ook heel leuk met die kleurtjes. En dit is een iets smallere, maar ook wel heel fijn. En deze vond ik ook heel leuk. Gewoon zwart-wit. Daar heb ik best wel veel van. Die kan trouwens ook heel leuk hier omheen. Dus ja, deze heb ik meegenomen bij de Nora voor €5. En nu laat ik ook nog even de andere jurk zien. De jurk is van Summum en die... Die ziet er zo uit. Moet er nog even een zwart hemdje onder. Die heb ik even niet. Ik kan deze dan ook nog zo losjes achter knopen. En de mouwen zijn zo. Lekker vest eroverheen. En dan kan je hem ook nog gewoon in het najaar dragen. Cowboy boots eronder. En dan heb je ook weer een hele fijne jurk. Dit is de print. Wat ook nog een leuke tip is dit boek. Ik hou natuurlijk heel erg van granny's haken en toen zag ik deze 3D granny's. Het zijn er 100 en daar staat gewoon bijvoorbeeld helemaal uitgelegd met diagrammen en hoe je het moet haken. Bloemen, wolk, teddybeer, hartjes, roosjes. Dit is
Dit is ook een leuke. Dus ja, dit boek is ook, als je van grannies houdt, een aanrader. En dit is dan mijn zonnebril. In ieder geval heb ik mijn hele pak aan. Met broekje dus. Even mooie foto's maken van mijn blog. Het is behoorlijk winderig, maar de zon schijnt even. Dus ik dacht, ik kan eventjes mooie foto's maken. Ik ga ook even hele mooie dahlia's plukken. Of in ieder geval afknippen voor in een vaasje. Want die zijn ook echt heel mooi in de tuin. Deze dahlia's. Deze. Ik ga weer even achter de naaimachine en ditmaal met een tweelingnaald. Ik heb het dus nog nooit eerder gedaan, dus echt geen idee. Maar ja, ik ga dus het randje, ik heb dus ook twee keer een garen. Ik heb ook al een spoeltje. Ik ga dus even het t-shirtje van mijn moeder omzoomen met een tweelingnaald. Dus dan ga ik eerst eventjes opzoeken. Het staat wel heel netjes beschreven in de handleiding van Bernina, dus hoe je dat moet doen. Dus dat ga ik eerst even doen. Nou, zo gaat dat dus met een tweelingnaald. Even kijken of ik filmen. En het geeft wel een mooi resultaat. Ik ben er bijna. Ik zal even de andere mouw laten zien. Kijk. Zo heb ik hem afgezoomd. En dit is de binnenkant dus. Dat doe je met een tweelingnaald. Dan heb ik toch een mooi randje aan de mouw gemaakt. Het is de laatste dag van juli en vandaag is ook mijn Bernina blog gepubliceerd over mijn nieuwe setje die ik gemaakt heb. Die blouse met broek. Als je benieuwd bent hoe die gemaakt is, dan kan je mijn blog ook lezen. Ik heb ook een nieuwe vlogcamera om te testen via de Insiders, een Sony. Met zo'n ding. Ik had verwacht dat er een handvat bij zat. Dat zit er niet. En ik moet me er nu helemaal in gaan verdiepen. Het zit best wel een beetje ingewikkeld in elkaar. Maar dat ga ik volgende maand doen. Dus dan kan je het meenemen. Even laten zien hoe ver ik ben met, met het granny jurkje voor Elke. Ze heeft hem gisteren ook even gepast. Nou, hier zit hij prima. Hier moet hij nog even wat bij. Want ja, de billen moeten er ook nog in passen. Dus hier moet ik nog eventjes gaan kijken hoe ik dat ga oplossen. Want het is natuurlijk niet, je lijf loopt ook niet helemaal recht. Dus ja, er moeten nog wel wat krennies bij. En hij was net iets te kort, dus hier moet ook nog een randje bij. En boven met de mouwen moet ook nog. Geen idee of ik hem af ga krijgen voor de vakantie. Maar geen stress, dat is nergens voor nodig. Dus ja, het is wel een leuk spul in ieder geval. Lekker vrolijk. Ik ga hem nog wel even strijken. Kijken even wat voor effect dat heeft. Als je hem even stoomt, dan wordt het ook wel iets minder stugger. Hij is nu wel een beetje stugger, maar door dragen wordt hij ook wel heel lekker. En ik heb trouwens wasmiddel voor speciaal linnen. Dus die moet ik ook nog even gebruiken. Ik ga jullie ook nog een paar kijktips geven. Wat we echt heel leuk vinden om te volgen is B&B voor Liefde. Als je van Boer Zoekt Vrouw houdt, moet je ook dat kijken. Het is echt heel leuk. Het zijn B&B-eigenaren en die zoeken de liefde. En dan komen dus gewoon een aantal mensen. En dan, ja, ik vind het gewoon heel leuk. Heerlijk elke dag even een aflevering kijken. Het is ongeveer een aflevering van een uur. En dan meegenieten met de liefdesperikelen. Verder vind ik het ook heerlijk om dertigers te volgen. Jeroen kijkt zelfs dit seizoen ook mee. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Het is een vriendengroep en die maken van alles mee. Het zijn afleveringen van ongeveer een half uur. En dan, ja goed, er zitten op NPO-app staan een aantal seizoenen. Dus mocht je het nog niet hebben gezien, erg leuk. Het wordt ook echt goed geacteerd. Voor Nederlandse begrippen, goede acteurs. En waar we ook heel erg van genoten hebben, is de zevende seizoen alweer van Shetland. Jimmy Perez. Ja, mooie beelden ook. Ja, ik hou van deze Engelse series. Dus het was weer een goed seizoen. Lekker ook om bij te haken in ieder geval. Verder ben ik dus ook nog aan het lezen in Tijgerlelie.
Ik ben ongeveer halverwege. Het is een fijn boek om te lezen. Maar goed, ik ga je volgende maand vertellen wat ik er echt van vond. Want dan heb ik waarschijnlijk het hele boek gelezen. Ik ga nog verder aan de slag met mijn trui Fem. Hij is even een beetje in de vergetelheid gekomen. Doordat ik heel erg met die krennies bezig ben voor dat jurkje van Elke. Maar hij is in ieder geval nog in de maak. En ik heb wel vandaag een heel leuk gesprek gehad. En daar moet ik nog wel heel erg over nadenken wat ik daarmee ga doen. En goed, daar hoor je misschien nog wel wat over volgende maand. Ik ben een beetje geheimzinnig, hou ik het op. Meer kan ik eigenlijk ook niet vertellen. Dus ja, het was dan al met al een natte juli maand. Het is weer een beetje herfsterig vandaag. Maar we starten morgen alweer in augustus. Hopelijk is daar iets meer zon te zien. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne augustusmaand toe. En tot gauw. Tot juf Sas.